vruchtenbrood met gedroogde bessen en noten. Hou van 250 gram glutenvrij broodmix 2 eetlepels achter. Doe de rest samen met 10 gram gist, 1 eetlepel olijfolie, 1 theelepel zout, 3 eetlepels lijnzaad en 150 ml lauwwarm water in een kom en kneed in 3 minuten tot een soepel deeg. Laat 30 minuten rusten in de koelkast. Snij ondertussen 50 gram gedroogde abrikozen in stukjes. En hak 50 gram ongebrande notenmix grof. Doe de abrikozen en noten in een kom. En meng er 25 gram goji-bessen, 25 gram moerbeien, 25 gram gedroogde cranberries, 2 eetlepels honing en 1 theelepel kaneel door. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg het deeg op een met broodmix bestoven vel bakpapier en rol met een deegroller uit tot een rechthoek van 40 bij 20 centimeter. Verdeel het notenfruitmengsel over het deeg. Rol de lap met behulp van het bakpapier in de lengte op. Druk de uiteinden dicht en vouw naar onderen. Bak het brood in het midden van de oven in ongeveer 45 minuten goudbruin en gaar. Zo maak je vruchtenbrood met gedroogde bessen en noten.